En dan gaat het een hete week worden. Het wordt bloedheet in Nederland. Bij deze wil ik een mededeling doorgeven. Op het moment dat in november dat ik een zwarte piet zie, ik trap ons persoonlijk op zijn gezicht. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik wil voorkomen dat dit land naar de knoppen gaat. Er wordt op agenten geschoten, er worden mensen in elkaar geslagen, er worden winkels leeg geplunderd. En hier moet het ook gebeuren. Omdat ik zag dat de gevestigde partijen dat niet deden. Normal. Je kan niet meer jezelf zijn buiten. Want je moet eigenlijk maar zorgen dat je niet te veel opvalt. Want dan komen ze achter je aan. Geen woord over de conflicten en spanningen die immigratie oplevert. Er is nu een jongen daar aangehouden met een pistool. Er is daar iemand vermoord. Ze een van onze woonbootbewoners bedreigd met een pistool. Over de vervreemding die mensen ervaren als ze hun wijk niet meer herkennen. Kijk, op mijn boulevard komen wij nooit meer. Dat is levensgevaarlijk hier tegenwoordig. En je voelt je gewoon niet meer veilig als je hier loopt. Je kent toch helemaal niet meer de deur uit? S'avonds helemaal niet. Ik ga niet naar de boulevard, want ik voel me niet veilig. Dat de media positief berichten over immigratie. Het zijn gewoon jonge mensen die op een warme dag naar het strand gaan. Hoe een islam in Nederland zich vestigde. Diversity is now in some parts of Europe seen as a threat. Europe will be diverse. The only question is, how do we deal with that diversity? If we don't get this right, Europe will not remain a place of peace and freedom for very long. Hoeveel mensen staan er eigenlijk op een lijst die in de gaten worden gehouden wat dat betreft? Nee, dat is algemeen bekend. Dat zijn 57 mensen. 57 mensen? Ja. Daar komt er nooit één bij en daar gaat er nooit één af dan? Het zijn er op dit moment zijn het er 57. Ja. Verzoek om je auto weg te halen. Ja. Dat bepaal jij niet! Dat bepaal jij niet, vriend! Jij bent een vieze kankerrassist. Ik denk dat er een grens is aan wat we aan kunnen en dat we ons moeten realiseren dat de wijze waarop het nu gaat onhoudbaar is. We zijn de meerderheid. De overheid is in de minderheid. Omdat het moet veranderen. Stem Forum voor Democratie.